Het Nationaal Archief Suriname heeft vanmorgen in het kader van de kroonjaren in 2023 haar eerste tentoonstelling geopend. Het thema van deze expo is Contract Arbeid en Migratie, het gemeenschappelijk verleden als basis voor de toekomst. De tentoonstelling gaat niet alleen over contractarbeiders, maar over elke andere bevolkingsgroepen en immigrantengroep die naar Suriname zijn gekomen. Volgens Vernon Kershout, waarnemend onderdirecteur Algemeen Vormend Onderwijs, is deze expo heel belangrijk voor de Surinaamse jeugd. En zo gauw dus deze tentoonstelling, maar ook andersoortige activiteiten van het Nationaal Archief geïnitieerd worden, dan zijn we erbij vooral om onze bijdrage te leveren door de schooljeugd de gelegenheid te geven om deze activiteiten te bezoeken. Maar in het verlengde daarvan ook een beroep te doen op de vakleerkrachten om zeg maar dit soort activiteiten ook mee te nemen in de lessen. Dat je bijvoorbeeld een opdracht eraan zou kunnen koppelen. En ik wil ook benadrukken het feit dus dat deze specifieke tentoonstelling ook naar de districten gebracht zal worden. En dat we dus via het ministerie van Onderwijs ook die leerlingen in de verschillende districten kunnen mobiliseren via de leerkrachten om dus die informatie tot zich te nemen. Audrey Hofwijk-Koenders, onderdirecteur van het Nationaal Archief Suriname, zegt dat het NAS geïnspireerd is door de verschillende jubileumherdenkingen om deze tentoonstelling op te zetten. Koenders meent dat de expositie verschillende doelen kan hebben voor verschillende groepen. Eigenlijk gaat het erom hoe onze voorouders, zich door moeilijke tijden heen hun kracht hebben bewezen. Hoe ze eigenlijk hebben bewezen dat ze, ondanks ze moeilijke situaties hebben meegemaakt, ze hebben doorgezet en heden ten dagen hebben zijn er hele geslachten van bepaalde rassen die nu in Suriname gevestigd zijn. We zien er is momenteel een basisschool op bezoek. Tot hoe lang zal deze expo uitgesteld zijn? Deze expo is voor 2 weken te zien in het Nationaal Archief. En daarna gaan we dus naar de districten. We mikken op Samaka, Kamerwijnen, Wanica. En dan kijken we ook wel verder. We willen echt gewoon elk district bereiken met de tentoonstelling. Mocht het zijn dat die stukken in de districten zelf zijn, dan kunnen de mensen contact met ons opnemen. En dan gaan we die stukken dus